EFT. Misschien zie je het staan in de beschrijving en ben je er heel bekend mee. Of misschien ben ik zo slim geweest om er wel gelijk bij te zeggen Emotional Freedom Techniques. Het is al een aantal keren ter sprake gekomen in verschillende koekeroegesprekken. En ik heb nu, ik zou wel kunnen zeggen, de Nederlandse ambassadrice van EFT. Nou, dankjewel. Ja, toch? En al sinds jaar en dag. Innerlijke rust met de EFT is jouw boek. Nou, hoe lang geschreven is, hoe lang heb je geleden dat was, Yvonne? 2011 is dat uitgekomen. Kan je nagaan. En nog steeds als een malle. Ja. Omdat ja. mensen ermee in aanraking komen. Dat zal nu niet anders zijn. Eerst even helemaal terug naar de basis. Niet eens zozeer uitleggend wat het is. Want daar gaan we het natuurlijk uiteindelijk wel over hebben. Maar hoe kwam jij ermee in aanraking? Want jij was... danseres, actrice en ging op die manier, dat zie je wel vaker bij actrices, dat ze dat ook gebruiken voor ja, trainingsdingetjes. Mm-hmm. Zo, ik En hoe kwam je dan met EFT in aanraking? Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal, want dat was via een vriendin van mij die daar iets over had gehoord. En die zei, oh Yvonne, dat is iets van jou, dan moet je eens even gaan kijken wat dat is. Dus ja, en toen we. En dat. Kijk, in die tijd. Ik was net gescheiden. Ik had behoorlijk wel wat issues om op te kloppen, zou ik maar zeggen. Ja. En toen. Ja, in Nederland was er toen eigenlijk heel weinig. Tot niks. Hele kleine workshopjes. Ik ben naar een heel klein workshopje gegaan. En ik ging het ervaren. Ik zat in die workshop. En nou, we moesten allemaal een onderwerp nemen. Nou, als je in echtscheiding ligt, dan snap je wel waar het ongeveer over kan gaan. Ja. En ik merkte opeens, ik ging kloppen en ik ging het doen. En ik merkte dat al die emoties uit mijn lichaam verdwenen. En ik dacht, hey, dit is heel gek. Ja. En ja, en zodoende heeft het me eigenlijk gepakt en nooit meer losgelaten. Maar toen voelde je wel gelijk ook de passie om dat de rest van de wereld, in ieder geval Nederland, ook te laten weten. Nou, dat was nog niet zo 1, 2, 3 hoor, dat ik die passie had. Dat kwam wel later, toen ik me er meer in ging verdiepen. En ik heb toen de grondlegger van EFT is Gary Craig. En die had ontzettend veel online materiaal. Hij gaf geen seminars meer, hij was toen al gepensioneerd. Maar ik heb al zijn materiaal besteld. Ik ben het allemaal gaan bestuderen. Ja, en toen ik hem zag en zag wat hij er allemaal mee deed, dacht ik, ja, hier zit zoveel potentie in. Ja. Dat moet, moet gewoon iets mee gedaan. Hoe leg jij het uit aan totaal onbekenden? Want jij zegt er net al kloppen, dat is vrij de essentie. Ja. Maar wat is EFT? Nou, ik zeg dat meestal in één hele korte zin. EFT is een eenvoudige methode die je zelf kan toepassen om negatieve emoties mee te neutraliseren. En dat is eigenlijk de basis van EFT. Ja. En als je weet dat je het kan toepassen op alles wat met angst of stress of spanning te maken heeft, nou, dan kan je bedenken dat de reikwijdte ontzettend groot is. Mm-hmm. Maar deze ene zin, en dat is op zich prima, die roept natuurlijk gelijk al heel veel vragen en misschien zelfs weerstand op. Ja. Ja, kom maar op. Nou ja, en ik bedoel, ik stel vaak vragen waarvan ik het antwoord weet, hè. Maar als jij zegt emoties neutraliseren, dan denk je, ja, maar wacht eens even, dat moet je helemaal niet willen. Emoties, die moet je toelaten. Ik bedoel, ik zeg altijd over koekeroe. Koekeroe is er niet zozeer om je goed te laten voelen, maar om beter te worden in voelen. Ja, nou, ik begrijp je verwarring wat dat betreft. Misschien moet ik die zin eens gaan aanpassen. Ja. Dat zou een idee zijn. Maar wat eigenlijk belangrijk is, en daar ben ik het helemaal met je eens. Kijk, je lichaam is een fantastisch systeem. Want daar gaan dingen in en daar gaan dingen uit. Ja. En op het moment dat dat maar kan doorstromen, is er niet zoveel aan de hand. Maar wij mensen hebben een mind. Dus meestal gaan wij ertussen zitten. En op het moment dat je emoties voelt, en ik heb het net ook in de workshop die ik hier gaf. Ja, we zitten op Healthy Fest trouwens. Dat is voor de mensen die luisteren, die merken er niks van. Hopelijk qua achtergrond voor de mensen die kijken, die denken, ja, waar God, zijn waar zit je? We zitten in de caravan. Ja. Ik gaf net de workshop en toen vroeg ik ook aan mensen, wat is nou precies een emotie? Ja. En de meeste mensen die weten dat niet, wat een emotie is. En dan komen ze weer, ja, zo'n gevoel. Ja, maar wat is dan een gevoel? Ja. Een emotie kan je niet vastpakken. Nee.
Dus als we iets voelen in ons lichaam, want emoties voel je in je lichaam, dan denk je van ja, nou, dit voel ik en, nou, en dan even later voel ik het niet meer. Maar negatieve emoties, die hebben de neiging om zichzelf vast te zetten in ons lichaam. Dus bijvoorbeeld, je hebt iets vervelends meegemaakt. Mm-hmm. Hè? En elke keer als je daar weer aan denkt, krijg je weer dat rotgevoel. Ja. Dus wat je doet met EFT, je moet die emotie eerst vastpakken. Je kan niet iets loslaten zonder dat je het eerst gevoeld en ervaren hebt. En daarom zeggen mensen soms, als ze EFT doen, van ja, maar dan moet ik naar dat negatieve gevoel. En dat wil ik eigenlijk niet. En zo zitten mensen in elkaar, want ze willen niet, ze willen er niet naar aan. Dat negatieve toe. Nee. Maar het hele systeem van ons lichaam is, we kunnen alles loslaten als we het eerst voelen en ervaren. Ja. En EFT helpt alleen maar bij het proces van loslaten. Ja. En loslaten is in mijn optie een puur natuurlijk proces. Ja, precies. Maar dat, nou ja, misschien, maar dat is allemaal taal. Mm-hmm. Maar neutraliseren voelt wel een beetje als een soort shortcut om iets niet te doorvoelen. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Nee, maar je kan je voorstellen dat, kijk, mensen komen voor allerlei soorten dingen bij mij. En als mensen hele vervelende dingen hebben meegemaakt in dan hun leven, dan voelt dat wel heel fijn om te zeggen. Dan dat snap is ik. Het heel fijn als je iets kan loslaten. Ja. En als je terug kan gaan naar een bepaalde herinnering in je leven. Ja. Maar dat het neutraal voelt. Ja, en dat is ook wat het is. Hè? En om gelijk alvast even een voorbode te nemen, even los van het feit dat je het zelf kan doen, is het natuurlijk altijd misschien wel fijn als je het met iemand doet die echt helemaal goed de techniek beheerst. En je hoeft dus nooit, dat vind ik heel mooi eraan, daar komen we straks zeker op, helemaal, in ieder geval zeker niet naar jou toe, terug te gaan, of de coach die je helpt, naar de specifieke informatie. Als je zelf de film in je hoofd hebt en dat gevoel oproept, dan is het al genoeg. Ja. Dus ook als je het niet helemaal zo goed meer kan beschrijven, maar wel dat niet fijne gevoel. Maar ik heb eerst nog een vraag, ik weet niet of dat zo is en of het erg is, maar jij zegt dat juist negatieve gevoelen, emoties, gevoelens, ik haal het een beetje door elkaar, de neiging hebben om vast te klampen. Maar eigenlijk kan toch ook met positieve emoties? Ik bedoel, als je verliefd bent, dan is toch ook alles heel mooi? Ja, als je verliefd bent, is alles heel mooi. En dan gaat dat voortdurend ook als een soort van hele positieve energie door je lichaam heen. En kijk, wij mensen zijn nou eenmaal zo gewaaierd dat als we een positief gevoel hebben, dat willen we graag houden. Ja. Dus dat willen we helemaal niet kwijt. Nee, precies. Nee. En dat is dus een, zal maar zeggen, een... kijk, ik heb niks tegen negatieve emoties. Nee. Hè? Want ik vind dat emotie is gewoon informatie. Ja. Een emotie die zegt je hoe het met je gaat en wat er aan de hand is. Maar ik geloof ook dat we veel happier, gelukkiger, relaxed kunnen zijn als we wat makkelijker bepaalde dingen kunnen loslaten. Ja. En dus ja, gewoon nogmaals, dan ga ik weer even zoomen op dat loslaten, neutraliseren, whatever. Ja. Omdat is eigenlijk emotie, motion, beweging, wat ik wel eens heb gehoord en gelezen, is dat eigenlijk moet zo'n gevoel binnen een kwartier of misschien zelfs een paar minuten, weet ik wel, dan is het weer klaar. En dat geldt misschien helaas ook voor de leuke dingen, maar dat kennen we natuurlijk van voeding heel erg. Oh, wat smaakt het lekker. Nou, en weg was het weer. Ja. En zo zou dat ook met, nou ja, we kennen het misschien ook wel van even op je vingers slaan. Nou, misschien voel je dat wat langer, maar snap je? Ja. Het moet een beetje op die, moet ik het zo zien? Dat het eigenlijk gewoon... Ik denk dat er heel veel negatieve emoties zijn die we ook heel makkelijk kunnen loslaten. Ja. Omdat wij zelf ergens denken, ach ja, dat was vervelend dat dat gebeurt, maar ja, oké, goed. Ja. Ik besteed er geen aandacht meer aan. En ik vind er ook niet zoveel van. Nee. Op het moment dat jij iets vervelends meemaakt en je vindt er iets van, of jouw systeem is op het moment dat je het ervaren hebt zo in shock geraakt, dan wordt het heel moeilijk voor mensen om dingen los te laten. En dan komen we eigenlijk al helemaal een beetje op het niveau van overtuigingen en over hoe wij in de maatschappij over bepaalde dingen nadenken. Ja, ja. En er zijn natuurlijk heel veel oordelen over wat je meemaakt. Van dat is niet oké, of niet goed. Ja. Kijk, als we oordeelloos zouden zijn, dan is een negatieve emotie prima. Een positief is prima. Dan gaat het erin en dan gaat het er weer uit. Dan is alles goed. En dan is het klaar. En dan heb je het meegemaakt. Ja. En ja. We gaan zeker, laten we er gelijk naartoe gaan naar die overtuiging. Maar eerst wil ik even je dan iets voorhouden wat misschien bij nader inzien best wel goed is. Waar ik me vroeger wel vaak schuldig over heb gevoeld. Namelijk
dat ik best wel makkelijk dingen kan parkeren. En niet zozeer dus wegstoppen, maar misschien was dat wel een beetje. Maar dan wist ik letterlijk voor een paar seconden even niet meer. Dan wist ik alleen, oh ja, er is iets niet leuks. En dat kon dan echt zijn, daarom vond ik dat vroeger daar wel schuldig over. Want dan kon het echt het overlijden van mijn zus zijn. Mm-hmm. Of mijn vader, gewoon echt zoiets fucking groots. Ja. Of gewoon even, oh, wat jammer dat die film vanavond niet draait. Maar dan was ik het hele, het wist ik alleen, wat was er ook alweer? Dan ben ik het even kwijt, ja. Maar ik wist gewoon voor, en maar dus dat was dan in één groot vat van niet leuke dingen en daar had ik totaal geen onderscheid in. Maar met wat jij net zegt, nou ja, niet om mezelf op de borst te kloppen, maar vind ik dat best wel eigenlijk is, vind ik dat best wel relaxed eigenlijk. Het getuigt niet echt van ontzettend in ieder geval dat ik niet heel erg bezig was met dat negatieve. Alleen dat ik dacht, nou, oké, dat gaat op die hoek. Ja, maar dat is wat mensen doen van nature. Wij willen ons happy voelen. Ja. To avoid pain and to gain pleasure. Ja. En dat is hoe we in elkaar zitten. Ja. Dus we hebben allemaal een fantastisch systeem waarin we als iets negatiefs of onprettigs is, dat we het gelijk opzij zetten. Ja. En dat is overleving. Ja. Maar is dat te doorbreken? Want dat is toch ook een beetje zoals we letterlijk werken? Ja, maar kijk, dat is allemaal niet erg tot het moment dat jij last begint te krijgen. Want ik hoor je een paar heftige dingen zeggen. Ja. Waarbij ik je de hand kan schudden. Ja. Mijn zus is ook overleden. Dus dat soort hele grote impacts in je leven, dat kan je niet 1, 2, 3 verwerken. Nee. Dus daar heeft je lichaam ook meer tijd voor nodig. Ja. En soms heb je daar gewoon hulp bij nodig. Ja. Ja. En moet je, ja, maar je moet het vooral, ja, je moet het vooral gewoon even goed voelen. En dat is, nou ja, ik zeg dit misschien een beetje kort door de bocht. En ik hoop niet dat ik bij jou iets van heb opengetrokken met betrekking tot je zus dan. Maar dat is meer omdat ik voor mezelf, ja, in hoeverre ik dat kan inschatten, maar heel erg zo op dat moment wel heel erg in ben gegaan. Ja. Wat bedoel je dat je daar heel erg in bent gegaan? Nou, dat ik dat gewoon heel erg gevoeld heb. En dat ik daar ook geen barrière in heb gezegd van, nou, nu zou ik me weer even goed moeten voelen of zo, of daar overheen stappen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het daardoor, nou, best wel snel. En ik kan er nog wel verdriet over hebben. Ja. Maar om eerlijk te zijn vind ik dat heel fijn. Want dan denk ik, oh, ja, mijn zus is er nog of zo, snap je? Ja, en dat is ook iets wat mensen vaak doen. Dat ze vast willen houden aan een negatieve emotie. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze nog verbinding hebben met degene die overleden is. Ja. Dat herken ik heel erg. Ja. En er is niks mis mee om dat te voelen of om daarmee een soort associatie te hebben. Nee. Maar het is gewoon weer een associatie die je maakt met een bepaalde persoon. Ja. En ja, ik weet even niet meer wat je net allemaal zei. Daar wilde ik nog iets over zeggen, maar goed, maakt niet uit. Maar voor mij is EFT een hulpmiddel voor mensen die, doordat ze negatieve emoties niet makkelijk kunnen loslaten, vastlopen in hun huidige leven. Mensen die bij mij komen die bijvoorbeeld een angst, een sociale angst of een fobie hebben of überhaupt dat ze gewoon in hun werk niet verder komen, dat ze altijd totaal in de stress zijn als ze op sollicitatie gaan. Ik noem maar even iets simpels. Mensen die niet meer auto rijden omdat ze een autorijangst hebben, of omdat ze niet meer vliegen omdat ze vliegangst hebben. En dat zijn even dan de simpele dingen. Nee, maar heel goed. Maar zou je kunnen zeggen dat stress eigenlijk dat is, namelijk een opeenstapeling van niet verwerkte emoties? Ja, ik denk dat alles wat met een negatieve emotie te maken heeft, op een bepaalde manier ook met stress te maken heeft. Ja. En stress is gewoon een reactie van je lichaam. En een bepaalde mate van stress is prima. Hè, dat ons lichaam ons even activeert om dingen te gaan doen. Nou, ik zag ze hier net staan te springen en te doen allemaal hier. En dat is super, dat is gezonde stress. Ja. Die kan je hebben. Ja. Maar negatieve stress, ja, dat is die stress. En daar zitten vaak ook negatieve gedachten en emoties aan gekoppeld. Ik kan dit niet, ik ben hier niet goed in, ik vind dit eng. Dat soort dingen. Ja. Eens even kijken, want ik heb, ik wil zoveel vragen. En ik wil ook zeker voor, hè, juist omdat het iets is wat je dus echt ook bij jezelf kan toepassen. Zeker even jouw vragen om een goede, duidelijke uitleg te geven. Dus dat komt zeker.
Maar laten we toch maar even beginnen, want dat is wel de basis van waar het vaak mis kan gaan met de overtuigingen. Je noemde het net al eventjes. Mm-hmm. De conditionering. Jij noemt het tegeltjes, vind ik heel leuk. Want dat, ja, onze tegeltjes aan de wand. Onze tegeltjes aan de wand. En je hebt er een paar opgeschreven. En dat zijn dan letterlijk tegeltjes, maar wel echt... Waarvan ik bij een aantal ook wel dacht van ja, die zitten wel in mij. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Zij zijn groot en ik ben klein. De brutalen hebben de halve wereld. Om geld te verdienen moet je hard werken. Het leven is zwaar. Geld maakt gelukkig. Of juist, geld maakt niet gelukkig. Ik ben dom. Mensen veranderen je niet. Ik ben anders dan de rest. Mij lukt het niet. Ik heb altijd gelijk. Handjes boven de dekens. Ik ben waardeloos. Mensen zijn niet te vertrouwen. Het is een vrij random. Maar ook weer niet, omdat... Dat zijn gewoon dingen die je kan geloven in essentie. Of er zal er vast eentje zijn die je nu gehoord hebt waarvan je denkt... Ja, zo zie ik dat wel. En op het moment dat je dat echt zo denkt, dan is dat dus je overtuiging. Ja, je overtuiging stuurt je gedachten en zorgt voor bepaalde gevoelens en stuurt je gedrag aan. Ja. Maar soms zijn we ons helemaal niet meer bewust van die overtuigingen. Nee. En iedereen heeft ze, hè? Ik ook. Dus. Nee, maar dat wilde ik zeggen. Kijk bijvoorbeeld. En dit durf ik met moeite te zeggen. Maar hij staat hier tussen. En ik. Ik ben anders dan de rest. Ja. Kan ook wel lekker zijn. Ik ben, laat ik het zo zeggen. Het is een overtuiging. Die mij ook wel veel gebracht heeft. En ook, het heeft ook een onwijze eenzaamheid in zich, hoor. Dus dat voel ik ook wel. Maar ik bedoel, ja. Maar een overtuiging, die nemen we aan op het moment dat we hem nodig hebben. Mm-hmm. Overtuigingen komen voort als een soort overlevingsstrategie op lastige momenten. Ik heb zelf die zij zijn groot, ik ben klein, het Calimero-effect. Ja. Daar heb ik heel lang last van gehad. Okay. Had ik hier ook niet rustig gezeten, een aantal jaren geleden. Want ik maakte iedereen anders altijd veel groter. Dus een beetje wie ben ik? Niet wie ben ik, maar wel van... Oh, die anderen die zijn groter, geweldig en fantastisch. Ja. En ik ben maar... Ja, ik stel eigenlijk niet zoveel voor. Nee. En ja, dus dan voel je je heel klein, hè? Dus dat komt ergens vandaan. Dus jouw overtuiging van ik ben anders dan de rest... komt ook ergens vandaan. Een moment... waarop je gedacht hebt van nou die overtuiging ga ik aannemen. Want ja, het is misschien niet zo fijn, maar ik heb er ook wat aan. Mm-hmm. Dus er is ergens een moment in jouw leven geweest dat je dacht van... nou weet je, dan ben ik maar anders als de rest en dat ga ik voor mezelf gebruiken. Ja. En hoe, want dat kan ik bij deze goed... Maar hoe zou je dat dan met het Calimero effect? Hoe ga je die voor jezelf goed lullen? Nou, ik ga hem niet goed lullen, maar wat ik dan... Want die ken ik ook heel erg. Nou. Dus even voor iedereen met de Calimero-effect. Gewoon heel erg. Eigenlijk is dat ik ben niet goed genoeg, toch? Eigenlijk is dat ik ben niet goed genoeg. Ja, dat is eigenlijk een overtuigingen zijn vaak ook gestapeld. Hè? Dus dan is de grotere overtuiging ik ben niet goed genoeg. Ja. Nou, wat ik dan doe met mensen is om terug te gaan van... Oké, op welke momenten in jouw leven... heb jij in de basis het gevoel gehad dat je niet goed genoeg bent? Ja. Wat heb je gemist? Wat is er niet gebeurd? Wat je wel graag had willen voelen en ervaren? En dan mensen zijn vaak hebben een soort van onderbewuste database. En als ik zo'n vraag stel, dan zeggen mensen vaak... oh ja, dat weet ik wel, want er was toen en toen dat en dat gebeurd. Mensen komen vaak heel snel met een situatie of een ervaring... Ja. Waardoor ze zeggen van, oh ja, maar daarom denk ik dat. Ja, maar laten we er gewoon vol voor gaan. Ik maak er gewoon even een gratis sessie van met jou, Yvonne. Okay. Fantastisch. Want dit is in menig, nou niet alleen gesprek, maar ook allemaal gekkigheid die ik gedaan heb. En zonder middelen gewoon. Ik mm-hmm. ben heerlijk op ontdekking. Komt deze als een soort basis heel... vaak naar voren van ik ben niet goed genoeg. En die is anders als ik ben. Ja, die is heel anders. Die is anders, hoor. Maar je wil nu naar de ik ben niet goed genoeg. Nou, om eerlijk te zijn wel. Ja.
Omdat ik daar echt helemaal niks positiefs mee kan maken. En ik ook, en dat merkte ik een aantal keren, lezen in jouw boek. Dat ik echt, nou ja, ik voel dan heel erg de techniek. En er staan tal van voorbeelden in vanuit jouw dagelijkse praktijk. En die mensen wisten dan altijd precies te vertellen. Ja, want toen ik 7 was, lid en dat en zus en zo. En, nou ja, welke van de 2 overtuigingen we nu ook nemen. En er zitten tal van andere overtuigingen. Ik zou echt, ik zou begot niet weten waar het vandaan komt. Nou, is die overtuiging, ik ben niet goed genoeg, is ook een universele overtuiging. Heel veel mensen hebben hem. Ja. Dus overtuigingen, die komen niet alleen voort uit jouw gezinssituatie. Nee. Of wat je op de lagere school, of hè, want eigenlijk, we hebben onze overtuigingen, die maken we meestal in de eerste 6 tot 8 jaar van ons leven. Mm-hmm. Dus ik weet vaak al van, nou, ga daar maar eens even zoeken, precies. In dat gebied. Ja. Maar dan zijn er ook universele overtuigingen. En die nemen we eigenlijk al mee. Van je ouders, misschien van voorouders. Voorouders. Ja, ja, ja. En dat heeft heel erg te maken met hoe wordt er op jou gereageerd. Ja. Word jij, vanaf het moment dat je geboren bent, heel erg gezien, gewaardeerd? Of is er bij jou heel erg gezegd van, nou, jij moet, je moet wel beter zijn als die? Of bij mij thuis was er best wel altijd een soort van concurrentie. En ik was de middelste van een gezin met 5 kinderen. Dus ik keek altijd naar al die anderen. En waar was ik dan, weet je wel? Dus er zijn heel veel persoonlijke ervaringen die dat gevoel van ik ben niet goed genoeg eigenlijk voeden. Maar het fijne van de EFT is, als je niet weet waar het vandaan komt, als je denkt, zou het echt niet weten, weet je wat ik dan doe? Hmm. Ik begin gewoon met de overtuiging. Ja. En dan zeg ik, oké, als je denkt, ik ben niet goed genoeg, wat voel je? Wat roept het in je op? We gaan hem nu, je vraagt dit nu concreet aan mij? Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Nee, laten kijk, we gek doen. Kijk, ja, nee, precies. Kijk, laat ik gewoon toch, want ik heb hier echt wel vaak over nagedacht wat ik al zei. Ik ben hier nog mee bezig en ik weet natuurlijk ook wel van die leeftijd. Ik ben de jongste. En daarmee, nou, denk ik al, ja, maar goed, dat ik wel vaak het ook een beetje in mijn eentje moest rooien. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, is ook wel een soort... Ga eens even terug naar in je eentje. Ja, ja. In je eentje. Ja. Hoe voelt dat, als je terugdenkt? Oh, verdrietig. Ja, hè? Heel verdrietig. Ja. Ja. Nou, en dat zou voor mij gelijk al het startpunt zijn. Dit is al genoeg. Ja. Dan hoef, want ik zit te denken, maar ik weet niet concreet de moment. Nee, ik maar doe je ogen eens dicht. Oké. We gaan het gewoon even all the way doen. Ja, we gaan het doen. Ja. Dus jij zegt, als ik denk aan ik ben niet goed genoeg, ik was als kind, deed ik het allemaal in mijn eentje, ik moet het in mijn eentje rooien en je voelt verdriet. Ja. Ja, oké. Waar voel je dat in je lichaam? Ja, ik weet niet wat hier zit. Op je borstbeen? Ja. Ja, oké. Dus hoe intens is dat verdriet op de schaal van 0 tot 10? Nou, ja, dat is wel intens hoor. Het is gewoon bikkelhard. En, ja. Dus ik vind het, ik kan het niet echt aanraken, maar dus ik zou wel zeggen 8, 9. Ja, oké. Ja. Nou, dit is alles wat we nodig hebben voor de EFT. En nou zijn we een beetje onhandig, want we hebben alle 2 microfoons in onze hand. Ja. Dat is een beetje onhandig. Maar om zal te kloppen. Wat ga jij bij mij kloppen? Want eigenlijk zou ik het zelf kunnen doen. Ja. Maar ik vind het, ik bedoel, ik heb hier de pro, dus waarom zou ik het zelf doen? Ja, nou normaal gesproken doe ik het altijd mee en voor. Maar jij weet hoe het gaat. Ik heb het geleerd in je boek, maar ik weet niet dan helemaal de plekken. Want dan dacht ik al, hey, je moet een beetje zo beginnen op je hoofd. Hier, boven op je hoofd. Maar ja, in het midden van je hoofd? Ja, boven op je kruin. Ja. Weet je waar je fontanel is? Ja. Ja, maar je begint met de klop op de zijkant van je hand. Oh, je begint met het karatepunt. Karatepunt. Ja. Dus waar je... Ja. Oké. Okay. Dus kijk, mij lukt het nu zo. Dus oké? Okay? Ja, oké. Okay. En maakt het niet uit rechts of links? Maakt niet uit, nee. Oké, okay, dus we hebben nu een paar dingen. En ik moet natuurlijk wel in dit gevoel blijven ondertussen. Ook ja, want ik ga je helpen. Ik ga de woorden geven. Ja. Ja. Ook al geloof ik... Ook al geloof ik... Dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik niet goed genoeg ben. En als ik terugdenk aan vroeger... En als ik terugdenk aan vroeger... Ik deed alles alleen. Ik deed alles alleen. Dan voel ik dat verdriet. Dan voel ik dat verdriet. Boven in mijn borst. Boven in mijn borst. En toch sta ik ervoor open. En toch sta ik ervoor open. Om helemaal mezelf te mogen zijn. Om helemaal mezelf te mogen zijn.
En ook al geloof ik... En ook al geloof ik... Dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik niet goed genoeg ben. En als ik terugdenk aan vroeger... En als ik terugdenk aan vroeger... Ik deed alles in mijn eentje. Ik deed alles in mijn eentje. En dan voel ik dat verdriet. En dan voel ik dat verdriet. En dat voel ik op mijn borst. En dat voel ik op mijn borst. En toch sta ik ervoor open. En toch sta ik ervoor open. Om helemaal mezelf te mogen zijn. Om helemaal mezelf te mogen zijn. En ook al voel ik dit verdriet... En ook al voel ik dit verdriet... Als ik terugdenk aan vroeger... Als ik terugdenk aan vroeger... Ik deed het allemaal alleen. Ik deed het allemaal alleen. En ik dacht dat ik niet goed genoeg was. En ik dacht dat ik niet goed genoeg was. Toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om mezelf helemaal te accepteren. Om mezelf helemaal te accepteren. Oké. Mag je ogen open doen. Boven op je hoofd. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Bij je wenkbrauw. Dat verdriet dat ik voel. Dat verdriet dat ik voel. Zijkant hoog. Verdriet op mijn borst. Verdriet op mijn borst. Onder je oog. Verdriet, want ik deed alles alleen. Verdriet, want ik deed alles alleen. Onder je neus. Dat verdriet wat ik voel. Dat verdriet dat ik voel. Heel goed. Bij je kin. Al dat verdriet. Al dat verdriet. Bij je sleutelbeen. Ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Ik deed het allemaal in mijn eentje. Ik deed het allemaal in mijn eentje. En dat maakt me heel verdrietig. En dat maakt me heel verdrietig. Nog even onder je arm. Al dat verdriet wat ik voel. Al dat verdriet dat ik voel. Op mijn borstbeen. Op mijn borstbeen. Oké. Okay. Nou, ik voel met je mee. Wat voel je? Ja, ik heb het dus wel gedaan met wat kleine dingen zoals jij omschrijft in je boek. Waardoor ik deze nooit gedaan heb. Omdat ik dacht, nou, laten we het even niet doen. Dus ik weet eigenlijk sowieso al van de eerdere keren dat ik het bij mezelf gedaan heb, dat dat altijd lekker is. Omdat het gewoon lucht geeft en jezelf... Voelt een ruimte. Ruimte, exact. Ja. Dus dat voel ik nu weer. Wat ik opvallend vind, omdat ik wel... ik ging er toch best wel in, omdat ik... Ja, dat zag ik. Doe je ogen nog eens even dicht? Ja. En kun je naar die plek op je borst gaan? Ja. Hoe voelt dat nu daar? Als je terugdenkt aan je jeugd en je deed alles alleen. Ja. Wat voor reactie geeft je lichaam? Dat het wat dunner is geworden. Hoe zeg je dat? Minder hard. Dus... waar ik het net een... wat gaf ik het? Een 8, 9? Ja. Ik weet niet of ik gelijk onder de 6 kan duiken, maar ik voel... Dus niet... Zoiets. Ja, kijk. Zo werkt het echt een beetje zo? Zo werkt het. En dit is pas een eerste stap, hè? Ja. Want zo'n overtuiging, die heb je al jaren. Ja. Hè? Die hebben we allemaal al jaren. Ja. En hoe het voelt... Dat sluimert ergens ook al mee met je. Ja. Dus dit is een opstart. En dan merk je al dat datgene, hoe je lichaam reageert, is zo mooi, hè? Ja. Ik werk altijd met lichaam. Ja. Je lichaam praat tegen je. Dus je lichaam die zegt nu al, ik heb al iets meer van dat verdriet misschien losgelaten. Het voelt al iets dunner. Laat ik heel eerlijk zijn, Yvonne. Ik stap er ook nu een beetje overheen, omdat ik denk, ik zit hier gewoon met jou in een gesprek. Tuurlijk. Dus even geen gelul, want ik heb geen zin om hier... Ik snap het. Want als ik met mensen werk, zeg ik altijd... zijn drie dingen die kunnen gebeuren met EFT. Mm-hmm. Kan zijn dat het gewoon hetzelfde is. Dat je denkt van, je hebt mooi lullen, maar het voelt hetzelfde. Ja. Het kan zijn dat het natuurlijk veel lichter is. Ja. Je denkt van, lekker. En het kan zijn dat het intenser wordt. Want op het moment dat je ergens... Omdat je er naartoe gaat. Ja, begrijp ik. Ja. En dat is, maar dat is top. Toch? Ja, dat is top en het is ook nooit erg. Dus als mensen denken van, ik doe EFT en het wordt erger. Nee, dat geeft niet. Nee. Zolang je blijft kloppen, zal het altijd verminderen. Ja. Want het is de natuur van ons lichaam om spanning los te laten. Dus als dat gebeurt, geef het niet op, blijf gewoon kloppen. Ja. Je voelt het tenminste beter, dus dat is goed. Ja. Dus dit is alleen maar een voorbeeld van hoe snel je aan het werk kan met EFT... zonder dat we een hele praat... We hoeven geen praatsessie te hebben. Nee,
Nee. Maar ik dacht wel dat je veel meer een kernsituatie moest hebben om die pijn echt te voelen. Maar het is in zelfs in algemene vormen, omdat ik zelf, nou ja, ik heb het je uitgelegd, niet eens helemaal goed weet waar dat vandaan komt. Ik kan het een klein beetje in vaagheid terughalen, maar wel ook zeker in gevoel. Ja. Maar even technisch, hoe zeg je dat? Op het moment, hè, normaal gesproken zouden we nu denk ik dit nog een paar keer doen. Net zolang totdat die zes misschien... Ja, maar gaat dit, bedoel, zou dit na 2-3 keer met jou hier een nul worden echt? Dat is vaak zo. Maar hier zit veel meer dingen achter. Ja. Dus ik zou met jou andere wel gaan zoeken van... Hey, en waar komt dat verder vandaan? En in welke situaties heb je het gevoel dat je niet goed genoeg bent? Als je het niet weet over hoe dat vroeger was in je leven. Ja. En bedoel, ik zei net al, kan je de hand schudden? Want dit hebben we allemaal wel, hè? Momenten dat je niet goed genoeg voelt. Dan kun je ook kijken in je huidige leven. Ja. Van, wanneer voel ik me nou niet goed genoeg? Nee. Dat is op met name die eenzaamheid. Wat hier weer aan... Dat hoor ik ook aan je. Dat is echt... Die eenzaamheid, dat is een gevoel. En eigenlijk is het gevoel altijd leidend. Ja. Dus het gevoel brengt je naar de situaties. En soms al, als je alleen op het gevoel gaat kloppen... en je doet dat vaker op een dag... Ja. En elke keer als je dat eenzame gevoel hebt... dan ga je even EFT doen. En de volgende dag heb je weer dat eenzame gevoel. Ga je EFT doen. Dan ga je in de loop van de tijd merken dat je gaat veranderen. Hmm. En sommige dingen kan ik heel snel oplossen met EFT. En voor sommige dingen heb je gewoon tijd nodig... en doorzettingsvermogen. En zie je pas over een langere periode wat het effect is. En dan kijk je terug en dan denk je verhip zeg... Ik ben eigenlijk heel erg veranderd in de afgelopen weken of maanden. Ja. En als ik nu deze zes er niks mee doe. Hè, dus ik laat het zo, ik ben tevreden met de zes. Want immers, nou ja, lullen is lullen. In de situatie waarin ik nu zit, is het in ieder geval een verbetering. Maar groeit dat dan weer terug naar een negen? Ja, dat kan. Ja. Want eigenlijk we hebben het is, niet tot nul gereduceerd, dus dat blijft weer groeien. Dus wat we eigenlijk willen met EFT is zoveel mogelijk specifieke situaties en ervaringen naar een nul brengen. Ja. Omdat onze herinnering maakt altijd een connectie met een gevoel, met een situatie. Dus als ik terugga naar iets waar ik heel blij van werd, dan voel ik die blijheid weer. Ja, ja. Ga ik terug naar iets of in de toekomst waar ik heel erg bang voor ben, dan voel ik dat gevoel natuurlijk. Ja. Dus hoe meer je die situaties naar een nul kan brengen, dan is eigenlijk het probleem gekoppeld aan die situatie opgelost. Ik zal je een voorbeeld geven wat heel grappig was. Ik ben hier vandaag gekomen met een assistent van mij, een van mijn studenten die bij mij de EFT-opleiding volgen. En in de opleiding werken we ook aan onze eigen dingen allemaal. Ja. En zij had een beetje angst voor spreken in het openbaar. Nou, dat is dat heel bekend. Ja. En heel veel mensen hebben dat natuurlijk. En zij ging daaraan werken. Ik doe dan demonstraties. Hè? Dus wat ik met jou doe, is eigenlijk ook een demonstratie. Dus we gingen aan dat gevoel werken. En we kwamen best wel diep. En we kwamen best wel, net als jij, op bepaalde dingen in haar lichaam. En nou ja, het was een demonstratie. Ik heb het naar beneden gebracht. Ze heeft daarna nog met een iemand anders eraan gewerkt. Het rapportcijfer naar beneden bedoel je? Ja, het cijfer naar beneden gebracht. Ja. En ze vertelde net vandaag een meisje van... Ja, Yvonne, het was heel raar, maar we hadden gisteren een feestje. Er waren 30 mensen. En ik ging opeens maar voor die 30 mensen staan en praten. En ik had het niet eens in de gaten. En achteraf dacht ik, huh? Ja. Ik was heel relaxed en ik ging gewoon praten. Ja. Dus dan heb je, wat je net al zei, dan heb je zelf eigenlijk van tevoren had je niet eens door dat dat veranderd is. En dat merk je dan door je gedrag later. Dat merk je door je gedrag. En is nu, want dat voelt bijna wel heel utopisch, omdat jij al eerder zei van het is bijna mens eigen, je bent niet goed genoeg. Heb jij die voor jezelf naar de nul? Nou, ik heb hem niet 100% naar de nul. Nee, maar ik bedoel maar zeggen, maar ik denk dat het heel menselijk is, want omdat je anders namelijk echt... Dan wordt het misschien tegen het narcistisch aan dat je jezelf een soort god voelt. Ik bedoel te zeggen, de onzekerheid is ook onderdeel van de game waarin we zitten, toch? Absoluut. En ik denk, en daarom vind ik de opstartzin zo mooi. Omdat je daarmee eigenlijk zegt, ik accepteer mezelf precies zoals ik ben. Ik varieer er ook wel. Ik mag zijn wie ik ben of zo. Hè. Ja. En dat is zo belangrijk. Ja. Want dat is, psychologisch gezien is dat een hele belangrijke zin. Ja. Omdat je
benoemt bij EFT altijd de negatieve waarden van of een herinnering of een emotie of een iets fysieks, ja, of een overtuiging. Maar omdat je daarna zegt, maar ik accepteer mezelf precies zoals ik ben, ja, of ik waardeer mezelf precies zoals ik ben, dan doe je iets heel essentieels. Want je zegt eigenlijk, ik heb een gevoel, maar ik ben het niet. Nee. Ik ervaar mijn lichaam, maar ik ben het niet. En er is iets gebeurd in mijn leven, maar ik ben dat niet. Ik ben oké, zoals ik ben. Ik voel alleen een emotie. Ja. En ik had, en dat kwam later, al zelf gelijk zoiets van, hè, ook omdat ik hou van taal, maar ook een beetje dat ik dacht, ja, maar wat nou als je moeite hebt met jezelf te accepteren? Nou, dan hebben we hier ook een hek. Want dan is de zin, ook al heb ik moeite mezelf te accepteren, toch sta ik open voor de mogelijkheid mezelf te accepteren precies zoals ik ben. Ja, ja, top. Ja, maar dat is gewoon een soort van mindfuck natuurlijk. Ja, dat is een mindfuck, maar wel een goeie. Ja. Want ik denk oprecht, ik denk niet eens dat het een heel uitzonderlijk ding is. Nee. Dat mensen juist moeite hebben met zichzelf te accepteren. Ja. Ik denk dat een grote essentie dat ook is. Maar sta in ieder geval dan open voor de mogelijkheid jezelf te accepteren precies zoals je bent. Dat is een hele lekkere zin. Ja, ja, absoluut. En hoe denk jij dat het werkt? Kijk, laat ik even teruggaan naar mijn eigen basis. Waarbij ik niet lekker in mijn vel zat. De hele wereld stond op wankelen, even dramatisch gezegd. Ik wist niet wat ik daarmee aan moest. Gelukkig, achteraf gezien, zag ik bij mezelf een buikje. En dus ging ik sporten. Mm-hmm. Want dat wist ik wel wat ik moest doen. En voeding letten zo. Toen kwam ik daarachter. Doordat zo'n instructeur zei, ja, oké, span je buikspieren, dit, dat en zo. Dat ik dat dus helemaal niet zo goed kon. Dus ik kwam er letterlijk achter dat ik helemaal niet zo goed in verbinding stond met mijn lichaam. Ja. En ik zeg dit nu omdat ik, ja, omdat EFT, soms is het allemaal best wel simpel. Dat je denkt, ja, je heel geforceerd, maar door op bepaalde punten die natuurlijk weer in verbinding staan ook met andere dingen op je lichaam. Ja, is dat eigenlijk gewoon wat het is in al zijn simpelheid? Namelijk dat je echt even verbinding maakt met je lichaam? Of hoe er is nog veel meer over te vertellen natuurlijk. Okay, ja, wat nu eigenlijk de werking is van EFT, ja, hè? Want daar stuur je een beetje op aan. Nou, er zijn in de laatste jaren best veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EFT. En een van de mensen die hier veel over heeft nagedacht en onderzoek naar heeft gedaan is meneer David Feinstein. Hij is een Amerikaan. Ontzettende fijne, intelligente man die echt EFT-minded is ook. En wat hij zegt is dat het moment als we die punten gaan bekloppen, en dat zijn begin- en eindpunten van meridianen, ja, dan geven we eigenlijk ons weefsel, hè, de tissue in het Engels, maar het weefsel, geef je een kleine impuls. En die meridianen, die dus door je hele lichaam lopen, zijn eigenlijk energiebanen. Die energiebanen, die staan weer in verbinding met je zenuwstelsel. Nou, door het impuls wat we geven, door dat kloppen, worden die energiebanen geactiveerd, worden je zenuwstelsel geactiveerd en je zenuwstelsel heeft weer direct verbinding met je brein. Mm-hmm. Het interessante is dat er onderzoek gedaan is naar het brein en wat voor effecten EFT op het brein heeft. En in je brein zit een heel klein orgaantje, dat heet de amygdala. En die is vrij belangrijk voor alles wat met stress te maken heeft. Hè? Dus als jij stress hebt, dan gaat die amygdala aan. Dat noemen ze ook wel brandalarm. Die gaat vuren en doen. En die gaat dan stresshormonen aanmaken. En die zorgt dat je hartslag omhoog gaat. Komt dan ook de vecht, vlucht, bevries exact. Keuze? Dat modus. Komt dan ook. Ja. Dus dat is dat hele systeem. Nou, wat gebeurt er nu als we EFT doen en we kloppen op die punten? Dan zie je dat die amygdala onmiddellijk gaat kalmeren. En dit is heel belangrijk, want als je dus voorstelt dat jij denkt aan een hele negatieve ervaring die je in het verleden hebt gehad, of je denkt aan een negatieve ervaring die je in de toekomst misschien dat je denkt te gaan meemaken, want voor het brein maakt het niks uit, hè? Nee. Of iets echt of niet echt is, die reageert daar gewoon op. Dus als je aan iets vervelends denkt, gaat die amygdala aan. Als we gaan kloppen,
dan geef je eigenlijk een signaal aan dat brein, aan die amygdala, van oh nee, dat hoeft niet, je kan kalmeren. Maar is dat eigenlijk puur omdat je gewoon even iets anders doet? Nee, dat komt door het kloppen op die punten. Ja, dat die, bedoel ik. Punten. Maar ik heb dit, weet je, ik heb dit letterlijk in de trein gedaan. Ik was jouw boek aan het lezen. En het was net even. Dus dit was allemaal met een beetje lullige dingetjes. Wel echt ongemakkelijk hoor. Gewoon even iets met mijn vriendin. Wat gewoon. Ja. En dus ik dacht, nou oké, we gaan hier dit gevoel. Want ik vond het echt niet tof. Ging ik het doen in de trein. En toen daarna dacht ik inderdaad, ja, ik ben er wel relaxter over. Maar ik kan toch ook niet aan in de kont trekken dat ik ook een beetje cynisch was. En dacht, ja, dat is gewoon omdat ik er gewoon even niet aan gedacht had. Omdat ik heel bezig was met het kloppen. Ja, het maakt verder niet uit, hè? Maar ja, ja. Nee, maar kijk. Dit is heel goed dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat denken. Die denken van, ja, dat zijn een van de dingen die ik mijn studenten ook leer in de opleiding. Dat mensen heel vaak zeggen, ja, maar het is afleiding. Mm-hmm. Even deze afleiding. Denk even aan iets anders. Nou, dat zou waar zijn als het zou betekenen dat mensen die bij mij komen, die bijvoorbeeld angst hebben om een auto te rijden, dat ze op het moment dat ze bij mij zitten, voelen ze zich even beter. Nee, maar daarna is het weer terug. Nee, dat is niet zo. Nee, dat is en waar. Als ik dus dingen echt heb opgelost tot een nul, dan is dat ook echt weg. Dus dan komt het ook niet terug. Nee. Dus nee, dat ik is weet even dat het niet zo werkt, maar ik bedoel te zeggen, nou ja, nee, dus dat is het ook inderdaad niet. Maar het is wel even eigenlijk wat jij net precies zegt, dat de amygdala voelt, hey, ik kan hier over dit onderwerp ontspannen. Ja. En je brein is net een soort van grote Google-machine, hè? Ja. Dus je brein, die denkt gewoon ergens aan. Hups, daar komt die emotie. En als je die specifiek in je Google-machine, boven specifieke pagina's, ja, de bovenste in de zoekresultaten, en die klik je aan, en daar focus je op in, en dan ga je EFT doen, dan weet jouw brein, oh, we zijn met die pagina bezig. Maar ik vind het gewoon zo lekker dat het voelen dan een onderdeel van is. Ik moet denken aan, en daar kwam dat je bent niet goed genoeg ook heel erg naar voren, naar een, ja, het is helaas nog steeds illegaal, maar een sessie die ik heb gehad met iemand waarbij ik ecstasy en nog wat anders, ketamine gebruikt. Hadden we hele heftige gesprekken. Ja. Echt mooi en heel gevoelig. En hij sloot dan af. En ik heb het later nog een keer gedaan, ook met een vrouw erbij. Dat was met z'n drie dan. Met een massage. En ik ben niet zo super van de lichamelijk contact. Maar hij vond dat heel belangrijk, omdat alles wat we dan besproken hadden, dat ook eventjes, zoals hij dan zei, in elke vezel gevoeld werd, zeg maar. En dat, daar moet ik nu ineens even aan denken. Ja, vond ja. Vond het fijn werken, achteraf. Ja, ja. Nou, kijk, je lichaam is veel slimmer en beter nog dan dat je denkt. Want eigenlijk heeft je lichaam geheugen. Mm-hmm. En mensen die net bij me komen, ga ik meestal niet zo ver en niet zo diep, maar er is een advanced techniek in de EFT, dat heet matrix reimprinting. En met matrix reimprinting gaan we heel diep jeugdtraumawerk doen. En daarbij maken we ook gebruik van het veld. Dus je kan je voorstellen dat er is energie, emoties zijn energie, een vorm van energie. Energie, emotion. En energie is in je lichaam, energie is ook om je heen. Het veld, dat is wat ik van Byron Katie vroeger heb geleerd. Die zei altijd, if the universe is friendly. If the universe is friendly. Dus wat als het universum heel vriendelijk is en het beste met ons voor heeft. Ja. Kunnen we daar niet op aansluiten, op dat gevoel? Want alles is een weerslag. Dus alles wat daar buiten is, is ook daar binnen. En als ik matrix reimprinting doe met mensen en ik ben aan het einde van het proces en mensen hebben, zal ik maar zeggen, de angst of de negatieve emoties losgelaten en ze zijn opeens, voelen ze zich heel goed en hebben ze ook een hele andere beleving bij het trauma of datgene waar ze mee gewerkt hebben, dan ga ik dat positieve beeld wat ze dan hebben, dat ga ik integreren in het lichaam. Hmm. En dan vraag ik ook aan mensen, kun je voorstellen dat je dit gevoel en deze energie, want alles is energie, dat je dat in je lichaam opneemt. Dat je dat je brein dat opneemt. Dat je cellen in je lichaam dat opnemen. Dat je hart
die energie opneemt. Maar is het dan letterlijk zo dat je dan even denkt, want dat kan ook wel een soort goede reminder zijn, dat je even denkt aan een plekje in je lijf, moet ik het zo zien? Of ga jij dan ja, echt... Maar je verbeelding kan zoveel meer. Ja. Kijk, er is natuurlijk, wij hier in het Westen hebben geleerd dat die dingen natuurlijk allemaal heel raar en gek zijn. Want wij zijn zo geleerd om alleen met ons brein te werken. Ja, maar jij zegt net zelf al, het brein, zo slim is het allemaal niet, maakt geen onderscheid tussen verbeelding en realiteit. Nee, dus... je brein reageert gewoon op de informatie die jij geeft. Ja. Maar het weten wie jij, als je zegt, ja, wie ben ik? Wie jij in wezen bent, daar is iets in jou wat dat weet. He, want net zeiden we al, ik ben niet mijn emoties, ik ben niet mijn gedachten, maar ik ben ook niet mijn lichaam. Ik heb een lichaam, ik ben het niet. En het mooie van het EFT-proces, als ik met mensen in dat proces ga en ik ga langer kloppen, dan komen mensen steeds dieper bij dat gevoel in zichzelf. En dan gaat het lichaam, jouw hele systeem, niet alleen je fysieke lichaam, jouw hele systeem gaat met dingen komen, herinneringen waar je dan nooit eerder meer aan gedacht hebt, maar waarvan jouw Google-systeem zegt, hey, wacht even, oh, zit je op dat gevoel? Oh, dat heeft met dit te maken, heeft met dat te maken, heeft met dat te maken. Ja. En dus het, zal maar zeggen, jouw wezen, die weet eigenlijk precies waar de dingen over gaan. Ja. Maar dat ligt gewoon wat dieper weg in ons onderbewuste. Wat ik een mooie vind om nu even te behandelen is... En het is een beetje... Het is grappig dat jij Byron Katie al even noemt. Bedoel je als je zegt van daarnet van ik heb dat geleerd van letterlijke sessies met haar? Of je bedoelt het boek? Of, Nou, ik heb haar boek meegenomen. Oh, als een van de drie boeken. Een van de drie boeken. Ja. Want ik heb zoveel van haar geleerd. Ja. Nou, we gaan straks naar die boeken toe. Ja. Maar als ik je toch even mag onderbreken, dan wil ik even één ding maken wat ik nu ook wel begrijp waarom je dat boek hebt meegenomen in ieder geval. Is namelijk, is het echt wel zo? Hè, die extra vraag stellen. Ja. En dat vond ik zo mooi. En daar, nou, daar heeft me wel aan het denken gezet. Van wat jij erover schrijft en wat bij EFT wel ook dus belangrijk is. Of er geen reden is dat je eigenlijk wil blijven vasthouden aan datgene wat je belemmert. Ja. Ziektewinst. Ja. Noem je dat zo? Dat ja, is... ziektewinst. Ja. Ja. Dat klinkt natuurlijk een beetje negatief. Nee, maar dat vind ik wel maar grappig. Maar er is altijd een positieve reden waarom jij wil vasthouden aan iets. Wat je net zei, hè, want dat verdriet over mijn zus wil ik eigenlijk wel houden, want dan heb ik het gevoel dat ze er is. Ja. Dat is een positieve reden om vast te blijven houden aan het verdriet. En wat ik dan mensen probeer te leren is van, goh, zou je ook op een andere manier vast kunnen houden aan je zus? Tuurlijk, ja. Zonder dat verdriet. Ja. Maar omdat we een koppeling maken, ja. en dat is heel vaak met mensen ook iemand die overleden zijn. Dus ik van, maar dan laat ik mijn vader los als ik, dat ik niet genoeg om hem geef of dat soort dingen. Dus we maken een koppeling. Ja. En als je die koppeling loslaat en je gaat ervaren van, hé, wacht even, dan zie je opeens van, hé, ik kan ook op een hele andere manier die verbinding maken met mijn zus of mijn overleden vader. Nou, om eerlijk te zijn, niet om het dit... het is eigenlijk ook, misschien is verdriet ook helemaal niet het woord. Ik vind het gewoon leuk als ik, omdat ik iemand zie lopen, omdat ik een plaatje op de radio hoor of een appel zie wat ze graag had. En ik er dan even aan moet denken. Dus dat is ook helemaal geen verdriet. Maar dan denk ik wel, oh, Sas... dus dat zit hem helemaal niet zo de pijn. En jij omschrijft hier een mooie voorbeeld waarvan ik echt denk, ja, hè, een spinnenfobie. Waarbij iemand eigenlijk heel veel baat had bij die spinnenfobie. Omdat er dan iemand was voor haar die spin weg ging halen. En dus was dat haar aandacht. Ingang naar liefde. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. En dat vond ik wel een goeie bij een hoop problemen waarvan je misschien heel goed weet dat je ze hebt. Dat je echt even naar de basis gaat van, ja... Of zit er iets achter waardoor ik eigenlijk dit probleem wil... Nodig heb. Ja, nodig of er baat bij heb. Ja. Of er voordeel aan heb. Kom je dat vaak tegen? Nou, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Inmiddels ben ik zo vaardig met EFT dat ik er eigenlijk wel vrij snel voorbij kan gaan met mensen. Okay. Maar als mensen echt een reden hebben... En als ik echt merk dat iets niet...
wil oplossen. Kijk, mensen komen bij mij omdat ze zelf het willen oplossen. Hè? Niet omdat ik het wil. Nee. Maar als we vastlopen, dan weet ik... Hey, dan ga ik vragen van... Goh, is er misschien ergens een voordeel om dit gewoon lekker vast te houden? Want voor mij heeft het niet los te laten. Nee. En dan is het gewoon zo interessant. Omdat mensen dan... Die denken daar nooit over na dat een voordeel heeft. Nee. En ja, dan komen we echt bij Johan Cruijff. Hè? Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hmm. Ja. Mooi om over na te denken. Nou, laten we maar gaan naar de drie boeken. Eentje heb je al gezegd, dus pak die erbij. Want je hebt ze echt bij je, vind ik leuk. Ja, ik heb ze meegenomen. Dat is wat dan zie ik ook hoe ze... Ja, maar er is er eentje die echt leuk is om te laten zien. Nee, we laten ze allemaal zien. Maar tenminste, je hebt er drie bij je, toch? Ja, ik geloof het wel. Het is de, kijken, het is wat heb ik hier? Oh ja, dit is Katie de Boek. Maar dat is ook echt... Dit is een very old school. Een echte oude versie, fantastisch. Ja. Leuk om... Helemaal vergeeld zelfs. Ja, wat heeft dit boek jou gebracht? Wanneer kwam je op je pad? Eigenlijk het boek niet zoveel. Okay. Maar in 2007 heb ik de School of the Work gedaan. En heb ik 9 dagen lang met haar in 1 ruimte gezeten. Fantastisch. Dat was de meest waanzinnige ervaring van mijn leven. Was dat in Nederland? Nee, was in Duitsland. In Duitsland, ja. Duitsland, ja. Daarna ben ik heel vaak, want ze is vaak in Nederland geweest. Mm-hmm. In de zomer kwam ze altijd. Ja. Ging er altijd naartoe. Omdat en ik gewoon weer eventjes... haar wilde horen. Ja, want het waren altijd, als ik het goed begreep, ik heb er alleen over gelezen, praktijk voor. Zij ging gewoon mensen uit de zaal en eigenlijk de 4 vragen. Allemaal de 4 vragen, maar om 9 dagen met die vrouw te zijn en te merken dat zij zo zuiver, zo puur is. In al die 9 dagen, alles wat ze zei, klopte. Ik word daar nog emotioneel van als ik dit nu aan het vertellen ben, hè? Want voor mij was zij verlicht. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet belangrijk. Nee. En dat vond zij trouwens zelf ook helemaal niet belangrijk. Zij wilde kracht, ook helemaal niet dat daar aandacht aan besteed. Maar juist omdat ze gewoon zo de bodem had bereikt. Ja, en ze had de bodem bereikt. En toen heeft ze een visioen gekregen. Dat ze zag van, wacht even. Het is onze mind die ons ongelukkig maakt. En we moeten de mind, onze gedachten, het gedachtenonderzoek moeten we doen. Om erachter te komen dat... dat maar gedachten zijn. Ja. En dat is zo interessant. Op het moment dat er een gedachte voorbij komt, we pakken hem vast en we denken dat is mijn waarheid. Nou, even terug naar de overtuigingen waar we het over hadden. Dan gaat hij iets doen in je leven. Ja. En er komen zoveel gedachten voorbij op een dag. Ja. Ik weet niet hoeveel. Ik geloof 40.000 of nog wel veel meer. Zoveel gedachten. De meeste die vliegen allemaal weg. Ja. Daar heb je niks aan. Nee. Maar die ene gedachte die voorbij komt, waarvan je denkt, oh help. Ja, op het moment dat je iets vastpakt en je gaat het geloven, dan gaat het voor je werken. Ja. Maar dat vind ik ook het mooie van het leven. We kunnen alles vastpakken wat we willen. En dat hoeft niet. Maar je moet het doorgaan hebben wat je kan doen om iets wat jou niet meer dient, om dat los te kunnen laten. Ja. Het is maar een gedachte. Het is, ja... Maar ja, het is, ik kan het ook niet vaak genoeg tegen mezelf zeggen, maar... Ja, maar daar toen in die school heb ik ervaren en heel erg geleerd dat ik mijn gedachten niet ben. Nee. Dat ik mijn gedachten niet serieus hoef te nemen en zelfs mijn emoties niet. Nee. En dat ging heel ver hoor, wat zij, de oefeningen die ze deed met ons. Nou, maak je me misschien... Nou, bijvoorbeeld, wat ik me herinner, wat echt intens was, was dat ze ons liet nadenken over onze kinderen. Bijvoorbeeld, ik heb 2 kinderen. Ja. En ze zei van, nou, denk maar aan je kinderen en denk maar dat ze doodgaan. Nou, dan komt er van alles los. En om dan daar gewoon mee te zijn. Met als doel? Met als doel om te beseffen... dat op het moment dat we daar gaan denken, raakt er allemaal paniek. Maar ik zit hier gewoon, mijn kinderen niks zijn niet dood en er is helemaal niks aan de hand. Nee, precies. Dus dan even dat mechanisme helemaal doorkrijgen. Ja, ja, ja. Ja. Maar daar hadden we het eigenlijk aan het begin van het gesprek al een beetje over. En dan kom je heel erg in de affirmatieachtige sfeer en positieve... geloof je... Ja, hoe zeg je dat? Gebruik je dat dan wel? Of zeg je daarvan ook van... ja, het zijn maar gedachten, dus doe het niet. Ik begrijp niet helemaal... Het zijn maar gedachten, zeg jij. En dat is natuurlijk een feit. En eigenlijk weten we dat ook allemaal wel. Dus we willen ons daar niet aan vastklampen.
Want zodra we ons eraan vastklampen, dan gaan we daarnaar leven. Ja. Dat is natuurlijk zoals positieve affirmaties en positieve gedachten ook werken. Ja. In een wat positievere zin. Of zeg jij dan ook van nee, gebruik dat ook niet, want het is nog steeds niet wie je echt bent. Ja, het is nog steeds niet wie jij bent. Nee, precies, precies. Ja. Ja. En dan kan het je misschien wel helpen om dichter bij je essentie te komen, ervan uitgaande dat wij van nature allemaal positieve wezens zijn. Ja. En het universum positief is. Ja. Maar... Nou ja, ik heb nooit een echt verlichte ervaring gehad. Ik ken mensen die dat wel hebben gehad. Wat ik me daarbij voor kan stellen is dat je zo samenvalt met het moment in het hier en nu. En dan maakt het helemaal niet meer uit of je je vrolijk voelt of verdrietig voelt. Of dat is zijn. Ja. En dat zijn... Ja, en dat was ook wat mensen toen ervaarden. Want we gingen dan ook elke ochtend meditatieoefeningen doen. En er waren sommige mensen die zo'n verlichte ervaring kregen in die week. En die zo'n gevoel hadden... Trouwens, nog een boek wat ik mee heb genomen van iemand die zo'n ervaring heeft gehad. Dat je zo eigenlijk alles doorziet. En dat de hele wereld er dan ook anders uitziet. Ja. Maar daar heb je wel degelijk aan geroken. Misschien maak jij dat verlichten toch groter dan het in werkelijkheid is. Misschien wel, maar ik zie eigenlijk de hele wereld en alles wat we meemaken, ik zie het als een groot toneelstuk. En we hebben allemaal rollen. Ja. En op het moment dat je ergens staat, en ja, dan moet ik soms ook ontzettend om mezelf lachen. Zoals ik nu hier, ik zit van alles te vertellen. Denk, ja, nu ga ik even de expertrol zitten spelen, weet je wel. En dus als je die, en dat is het interessante van mensen, dat wij kunnen dat observeren. We hebben een besef dat we iets doen. Ga je Eckhart Tolle eruit halen of niet? Nee, daar moet ik nu gelijk aan denken. Byron Katie, vier vragen die je leven veranderen en waanzinnige... misschien is het wel goed. Ik raad mensen natuurlijk altijd aan om alle boeken te lezen. Dit is ook een methode om te doen, hè? Want jij zei onze gedachten, leuke, dan weten we dat het maar... Ja. Je moet het gedachteonderzoek gaan doen. Wil het zich loslaten? Maar kan je even de vier vragen, weet je ze nog even uit je hoofd? De vier vragen. Is het waar? Als je gedacht hebt, je neemt een gedachte. Ja. Is het waar? Is deze gedachte waar? Nou, daar hoef je alleen maar ja of nee op te zeggen. Ja. Heel simpel. De volgende vraag is. Kun je zeker weten dat deze gedachte waar is? Nou, dan gaan mensen al van Nou, kun je 100% zeker weten dat deze gedachte waar is? Nou ja, eigenlijk niet. Derde vraag. Hoe reageer je als je deze gedachten denkt? Hé, dat doe ik ook met de EFT. Hè? Dus wat gebeurt er dan als je die gedachten denkt? Nou, dan word ik onrustig. Dan voel ik allerlei dingen in mijn lichaam. Dan ga ik nadenken over wat ik dan morgen allemaal moet doen. Of dan ga ik onrustig slapen. Nou, noem het hele lijstje maar op. Vierde vraag. Wie zou je zijn zonder deze gedachten? En dan komen we eigenlijk waar we net waren. Ja, precies. Wie ben je dan wel zonder die gedachte? Wat gebeurt er dan? En 9 van de 10 keer is het antwoord op die vraag... Wie zou je zijn zonder dit gevoel, zonder deze gedachte? Mensen komen altijd met dingen als... Dan zou ik me vrij voelen. Of veel ontspannender of losser. Maar meestal gaat het over vrij. Een soort vorm van vrijheid. En dan komt dat ik realiseer me dat dat niet bij die vier vragen zit. Dan vind ik namelijk ook een hele fijne dat je het omkeert. Maar dat is eigenlijk meer wat de work dan is. Ja, de work is dan komt nog de omkering. Ja, en dat is ook altijd... Ja, die is geweldig. Ja. Ja, ik kijk er naar uit om dat weer te voelen. Of ik kijk er naar uit om dat weer mee te maken. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. Leuk, Byron Katie. En fantastisch dat je daar bij bent geweest dan. Ja. En jij noemde al iemand die een verlichte ervaring heeft gehad. Ja. Of wat bedoel je? Ja, nou, dat is... Ja, dan ga ik misschien eerst die doen. Dat is het boek van mijn collega Dawson Church. Dawson Church. Dawson The Neuroscience is een, of Remodeling Your Brain for Resilience. Wat betekent dat? Nou, weerbaarheid, denk ik. Creativity and Joy. Bliss Brain heet het boek. Bliss Brain. Ja, Dawson is een EFT-man. Oké. Okay. Hij is eigenlijk degene die toen de grondlegger van EFT, Gary Craig, met pensioen ging, heeft Dawson dat overgenomen.
Ik heb met een aantal collega's Dawson uitgenodigd om naar Nederland te komen. Ergens in 2010 was dat. Ik ben ook in Amerika bij hem geweest in de tijd toen wij hier de EFT-opleidingen op gingen zetten. En Dawson heeft een aantal jaar geleden een hele heftige ervaring gehad. Omdat hij woont in Californië. Mm-hmm. En een paar jaar geleden waren er heftige branden. Yeah. En hij is ternauwernood ontsnapt aan de brand. Zijn hele huis is en het hele bedrijf, okay, alles in vlammen opgegaan. En dat is voor hem een mind-changing ervaring geweest. Hij werkt samen met twee neurofeedback specialisten die ik ook ken. Ja. En dat zijn Donna Bach en Gary Groesbeck. Mm-hmm. En het interessante is dat wij met de neurofeedback, waarbij je dus de breinwerking en de hersengolven kan waarnemen, hè? Ja. Dat je dus met die neurofeedback kan zien wat er ook met je hersengolven gebeurt als je EFT doet. Okay. En deze twee neurofeedback specialisten die zijn ook gespecialiseerd in een bliss brain. Daar heb ik toen ook een workshop met hen gedaan. En dat is eigenlijk een bepaalde evenwicht, balans in je brein met je hersengolven, die jou dat hele fijne, prettige gevoel geven. Dat is de bliss, ja. Dat ja, is de bliss. Ja. En wat Dawson nu gedaan heeft, hij heeft meditaties ontwikkeld waar hij in die ook een beetje EFT gebruikt. En waarbij hij op basis van die neurofeedback specialisten een manier heeft gevonden om heel snel in die staat van zijn te komen. Hmm. En ik heb ze zelf gedaan, ook die meditaties. Want neurofeedback, ik heb ooit neurofeedback gedaan. Dat is dat je van die elektronen op je hoofd krijgt. Ja. Ik ging dan in mijn geval een film kijken en die stopte. Fucking irritant. En nou ja, daar heb ik heel veel geleerd over hoe belangrijk slaap is. Want dat werkte gewoon heel anders als ik wel goed geslapen had. En uiteindelijk, nou ja, ik wist al wel dat ik ADD had. Maar daar was dat dan allemaal nog in cijfers. Interessant. Maar dus ik wil even weten hoe dit dan werkt als je neurofeedbackt op de bliss brain. Ja, toepast. Want je brein, hè, je hebt beta-golven. Nou, ja. Die gebruik je vooral als je aan het denken, zoals wij aan het praten. En die gaan nog harder aan het werk. Ja. Hè, want je hersengolven is een frequentie. Ja, net als een radiofrequentie. We hebben het over de verschillende staten nu. Ja, een verschillende staten. Ja. Dus je hebt beta-golven, ja, ook nog gamma, maar die laat ik even achterwege. Je hebt beta-golven, alpha-golven, theta-golven, delta-golven. Nou, delta-golven zijn hele trage golven. Die maak je aan in slaap, maar ook in meditatie. Als met afstemming. Dus als ik met mijn cliënten werk, maak ik heel veel delta aan. Want dan ben ik heel veel aan het invoelen. En wat je dus merkt met die neurofeedback is dat je, als je een bepaalde samenstelling van dat brein hebt, dan kom je in die blissstaat. En wat Dawson gedaan heeft, hij heeft dus meditaties ontwikkeld. En één daarvan is heel belangrijk, dat je je tong ontspant terwijl je mediteert. Oh, heel belangrijk. Juist niet hierboven. Nee, je moet helemaal je tong ontspannen. Okay. Ik heb ooit van iemand geleerd ook je tenen ontspannen. Okay. Dat heeft onmiddellijk effect op je brein. Okay, vet. En en er zijn nog een aantal stappen. Hij doet ook EFT in het begin. En daarmee kan je dus heel snel je brein in die blissstaat brengen. En dat kun je dus gewoon meten met die neurofeedback. Oh, dat is heel interessant. Vet! Ja. Okay, dan. Dit is een nieuw boek, hè? Dat is nog niet zo lang uit. Is het ook in Nederlands? Ik ben zo slecht in Engels. Het is nog niet vertaald in het Nederlands, denk ik. Maar het leuke is, er zitten dus meditatieoefeningen aan vast. En die kan je gewoon dan op die website downloaden en die kan je zelf doen. Gaaf. Ja, dat is echt leuk. Even, want jij zegt dat net, dat je dat bij mij voelde en in die was dat, welke staat was het nou? Dat je zegt van als je contact hebt. Oh ja, dan maken wij meer delta-golven. Ja, ja, maar dat is dus iets wat jij gewoon, ja, hoe zie je dat? Dat is iets wat jij kan? Is dat iets wat je ontwikkeld hebt of wat jou gegeven is? Of hoe? Oh nee, dat kan iedereen. Ja? En als je mensen gaat meten, mm-hmm, en dat is wat wij in het verleden ook met workshops gedaan hebben met deze mensen, is dat als je in een sessie gaat en je gaat meten, dan zie je gewoon gebeuren. Dat mensen heel veel alfa aan gaan maken. Dat die beta heel klein wordt. Hè? Want met EFT gaan we niet meer praten en doen. Nee. Dus we gaan vooral voelen. Ja. Dan zie je dat die theta-golven, die staan eigenlijk voor emoties.
Dus op het moment dat we gaan kloppen, en dan worden vaak die emoties eerst intenser. Dan zie je dat je meer theta gaat aanmaken. En hoe meer die suts gaan zakken, wordt die theta minder. Ja. En dan die delta, die is vrij breed. Ja. En delta, wat je dus hebt in slaap, als je gewoon echt heel ontspannen bent. Maar deltagolven, zijn ze achtergekomen, hebben dus ook te maken met aanvoelen. Ja. Dus, en dat aanvoelen. Echt verbinding. Verbinding. Ja. Dat is iets wat ik mijn studenten van de EFT-opleiding ook leer natuurlijk. Hoe ze dat kunnen doen. Maar dat is ook iets wat mensen, als je heel veel gesprekken met mensen doet, heel veel sessies doet met mensen, dan ga je dat ook steeds meer voelen. En alles kan je trainen, dus het is een soort spier. Maar het is iets wat alle mensen hebben. Nee, oké, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Kijk, ik zal heel eerlijk zijn dat ik, tuurlijk, dat is niet iets wat je hoeft te geloven, want dat weten we allemaal, dat je gevoelens van anderen kan voelen en dat je al voelt als iemand niet zo vrolijk is en bladibla. Ja. En zoals wij net even een hele korte sessie hadden, vond ik het mooi en intens dat ik jou meenam in mijn gevoel. Maar er was één gedeelte wat jij beschrijft en ik vond het wel mooi dat je het beschreef, maar ik dacht wel, ik werd er een beetje opstandig van. Dat was een scène die je omschrijft met Karin Bloemen. Die had last van de stem. En uiteindelijk was zij niet echt. Zij ging in ieder geval niet bij zichzelf kloppen. Mm-hmm. Zoals we het net deden. En jij nam dat over. En ja, ik ben hier gewoon een beetje duaal in. Want ergens geloof ik het heel erg. Mm-hmm. Maar ik dacht ook, je moet het toch juist zelf voelen. Om het zelf. Ja. Snap je wat ik bedoel? Nou, het is heel mooi dat je ook op dit moment met deze vraag komt, want dat gaat hier heel erg over. Kijk, net zei ik al, hè, je hebt het veld, het energieveld, wat om ons heen is. En dat zien we niet, maar dat voelen we wel. En dat kan je voelen bijvoorbeeld als je een ruimte binnenkomt. Mensen hebben net ruzie gehad en je loopt die ruimte binnen. Ja, dan exact, voel je dat. Exact, dat bedoel je, ja. Je kent ook Reiki. Reiki is eigenlijk ook een vorm van energie, hè? Ja. Dat komt dan uit je handpalmen. Ja. Dat is trouwens ook wetenschappelijk onderzocht, hè? Dat de Reiki werkelijk ook een effect is op mensen. Maar Reiki kan je ook op afstand doen. Ja. En dan kom ik eigenlijk meer, en dat boek heb ik niet meegenomen, bij het werk ook van Lynn McTaggart. Oh, ja, ik weet niet of je haar ook kent. Ja, de naam is een keer. Zij doet veel met meditatie, maar ook met intentie. Ja. En nu komen we op het veld van de intentie. Want intentie is iets wat we in het veld zetten. En eigenlijk kom je dan ook bij het gebed. Het oude klassieke christelijke gebed is een vorm van intentie. Absoluut. Op het moment dat jij gaat bidden voor iemand die ziek is, dan ga je met al je aandacht, met al je gevoel, ga je naar die persoon en maak je verbinding met het goddelijke. Hè? Want dat ga je. Oké. Dus kippenvel als je het weer even zegt, omdat ineens gaan we gewoon terug naar toen ik het allemaal natuurlijk een beetje onzin vond, want ik wilde gewoon eten. Maar ik heb, het bedoelt dus ook weer niet zo dat ik het totaal onzin vond, maar ik heb het gewoon nooit zo gekoppeld. Ja, dus voor mij is, zal maar zeggen, die verbinding, dat is iets wat ik vaak gevoeld en ervaren heb. Dus ik maak daar dan ook gebruik van. En ik weet dat mijn positieve intentie een overdracht is. Dus Karin die stond daar op het toneel. Ja. Die moest zingen. Het was echt glorieus. Ze was echt de stem kwijt. Ja. Ze moest live zingen met een orkest. En in die tijd werkte ik als haar PA met haar samen. Want Karin is een vriendin van mij. En Gloria Gaynor was er. Dat was allemaal heel grappig en zo. En ze kon echt niet zingen. Dus ik heb wel met haar samen ook in zeker, de pauze EFT gedaan. Dat was niet even zo flop en klaar. Nee, ik heb met haar samen ook EFT gedaan. Maar nog op het moment dat ze toen opstond en ik op toneel stond, dacht ik echt van ik moet nu nog even ondersteunen. Want als het is gewoon heel vervelend als ze niet bij stem is en ze gaat opeens dat mis. Dus was een hele bijzondere ervaring. Ja. En voor haar ook, want ze had nog nooit meegemaakt dat ze zo snel hersteld uit die bronchitis terugkwam. Ja, het derde boek. Het derde boek. Ja. Oh ja, het derde boek. Nou, we maken eigenlijk een. Ja, ken je hem? Ja, zeker.
Dit is een parel. Ik ken niet deze editie, dit maar... Dit is een parel. Dit, wat is het? Dit een dunne versie? Lijkt dit is een kinderboek. Oh, dit is de kinderversie van Een Gesprek met God? Ja. 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 En dit is een gesprekje met God? Dit is een gesprekje met God. Wat leuk. Het is een kinderboek. En eigenlijk... Oh nee, dat ken ik hem niet. Het is geweldig. Ik lees hem ook wel eens voor aan volwassenen. Omdat het op een prachtige manier laat zien... Hè, als je dan zegt van, nou, wie ben ik? Ik ben niet mijn lichaam. Ik ben niet... En hij beschrijft hoe wij als zielen hier op de aarde komen. En ook, dat vind ik zo ontzettend leuk in het boek, dat dat zieltje gaat dan ook afspraken maken met andere zieltjes. Want het wil leren hè, wat het, hoe het is om het licht te zijn en dat je dan ook het niet licht moet kunnen zijn. En dus die tegenstelling. En, yeah. En dat zieltje dan ook afspraak maken van, ja, maar hoe moet ik dan leren? Nou, als je iets wil leren, dan moet je eigenlijk ook het tegendeel weten. Dus dat er dan zo'n ander zieltje zegt van, ja, maar dan ga ik wel heel vervelend doen tegen jou. En dan kan jij leren wat boosheid is. Ja. Weet je wel? En ik zie dat natuurlijk ook heel vaak met mensen. Mensen die je tegenkomt die jou ontzettend triggeren. Hè? Dat je echt denkt van, oh, dat is echt zo'n... Dan is dat natuurlijk iets bij jezelf. Maar dan denk je, ja, hey, wat doet deze persoon nou met mij? Met welke afspraak heb ik met deze persoon gemaakt in dit leven... dat hij mij nu dit gevoel geeft en dit laat ervaren? En daarmee, dat lees ik hier gewoon hoor... je heel erg laat ervaren wie jij zelf bent. Ja, exact. Ja. Wat mooi, hè? Ja, ik ken natuurlijk de grote mensenversie. Ja. Maar... elk kind zou dit boek gelijk voorgelezen moeten krijgen... Een gesprekje met God, de kleine ziel en de zon. Ja. Maar dezelfde schrijver als Een Gesprek met God, Neil Donald Walsh. Ja, heel erg leuk. Fantastisch. Leuk, dat zijn de drie boeken. Waar zal ik eens op doorgaan? Nou ja, en ik begrijp hoe je het bedoelt, denk ik hoor. Maar de term verlichting viel een paar keer. Nou, dat moet geen streven zijn, want dan gaat het zeker niet gebeuren. Nee. Maar ik zat wel te denken... Jij lijkt me een ondernemend type en ook een vrije geest. Heb je ervaringen met psychedelische middelen, ayahuasca? Nee, daar ben ik helemaal niet van. Daar ben je helemaal niet van. Nee, oké. Okay. Nee, mooi. Nee. Nee. Kun je vrij kort over zijn. Ja, nee. Hou zo. Nee. Nou, ik kan je wel zeggen, ik heb wel daar een indirecte ervaring mee. En ik weet niet, er zijn heel veel mensen die ayahuasca doen en die daar hele positieve ervaring mee hebben. Maar ik heb één keer een cliënt in de praktijk gehad die daar behoorlijk door van overstuur was. Ja. En die kwam bij mij om het weer recht te zetten. Oké, okay. Nou dan snap ik dat het in ieder geval een overtuiging is die... flauw, maar. Ja. Ja, Giel, ja. Nee. dat denk ik eigenlijk wel... Heb jij het gevoel dat dus fysieke klachten, niet geheelde of niet doorgevoelde emoties zijn? In de EFT hebben we eigenlijk een heel holistisch plaatje. Mm-hmm. Dat al je overtuigingen bepalen hoe jij tegen de realiteit aankijkt. He? Zo is het. Dus we hebben allemaal ervaringen in het leven. We en maken van alles mee. Door die bril zien we het leven. Door die bril hebben we die ervaringen. Een ervaring op zich is niks. Totdat wij er iets aan geven. Een waarde aan geven. Of het goed of slecht vinden. Of middelmatig. Dus die overtuigingen die bepalen hoe je een situatie ervaart. En die bepaalt dus ook wat je daarover gaat denken. Wat je daarover gaat voelen. En... Uiteindelijk kun je je voorstellen dat als je een overtuiging hebt, bijvoorbeeld de wereld is onveilig, dan ga je al je ervaringen ga je zien als, is het veilig of is het onveilig? Is het veilig? De wereld is onveilig. Bevestiging of niet? Ja. Ook een beetje. Ja, dus dan ben je eigenlijk steeds daarmee bezig. Dan heb je natuurlijk heel veel met angst te maken. Ja. Hoeveel angst je in je lichaam aan kan. Dat is ook maar een bepaalde hoeveelheid. Dus op een gegeven moment sta je in de supermarkt en dan krijg je een paniekaanval. En dan denk je, nou, waarom heb ik hier nou een paniekaanval? Heeft dat iets met die supermarkt te maken? Nee, helemaal niks. Maar je lichaam gaat reageren. Emmertje gewoon overstroomd. Emmertje is overstroomd. Dus je fysiek, alles wat je fysiek voelt, is voor mij eigenlijk het laatste station.
Dus het fysieke is de uiting van wat er allemaal achter ligt. Mm-hmm. Wat je denkt, wat je voelt, wat je overtuigingen zijn. En wat ik, waarom ik ook zo gek ben op EFT, is dat ik kan met mensen vanaf elk punt beginnen. Ik kan vanaf het fysieke beginnen. Yeah. Ik kan vanaf de overtuigingen beginnen. Ik kan vanaf de situaties beginnen die ze mee hebben gemaakt in hun leven. Of ik kan beginnen bij hun gedachten en hun emoties. Want dat is voor mij is het een cirkel. Ja, yeah. Nee, dat snap ik. En maar is het dan zo... Hè, daarnet, ik gaf gewoon een primaire reactie. Dus ik dacht, ja, weet ik veel. Ik voel het in me. Ik voel het hier. Ja. Maar zit daar dan ook echt een hele verklaring achter? Ik heb wel eens een keer iemand gehoord die helemaal zo van, nou ja... Met een hoop uitdrukkingen die daar mee te maken hebben. Hè? Zo van, wat heb je op je lever en dat soort shit. Maar ik zou even niet de link tussen borstbeen en eenzaamheid / ben ik niet goed genoeg zien. Nee, nou weet je, ik probeer altijd zoveel mogelijk uit de verklaringen te blijven van die dingen. Omdat het voelen vind ik zo belangrijk. Ja. En anders ga je er weer iets van vinden. Ja. Dus dat is misschien best een ding waar ik wel vaker over moet denken. Maar ja, ik zou willen zeggen, deze podcastserie heeft wel heel erg als doel om zoveel mogelijk te verklaren. Maar uiteindelijk met als doel om gewoon beter te worden in voelen. Misschien moet ik gewoon voelen. Ja, in plaats van verklaren. Maar het is wel zo hè, dat we niet voor niks dat soort uitdrukking hebben. Nee. Dat je iets op je lever hebt. Ja. Of een... dat je bijvoorbeeld zegt, ik heb een last op mijn schouder. Ja. Ja. Dus dat komt natuurlijk ergens maar vandaan, omdat we dat zo voelen. Maar is het zo, en ik wil je... geloof jij dan ook dat iets als kanker... dus een onverwerkte of niet geneutraliseerde of doorgevoelde emotie is? Dat het daaruit voortkomt? Kijk... Als je kanker hebt, ga je naar de dokter. Dat is voor mij gewoon evident. Maar hoe wordt iemand ziek? Ja. En hoe ik tegen ziekte aankijk... is dat dat een opeenstapeling is... van dingen die je in je jeugd ervaren hebt. Soms zelfs in vorige levens. En dat is niet je eigen schuld. Maar dat zijn gewoon de dingen die je ervaren hebt. Er is een heel belangrijk onderzoek geweest in Amerika. De ACE-studies. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Adverse Childhood Experiences. Daar is een mevrouw, Nadine Burke-Harris. Heeft een prachtig boekje ook geschreven. Had ik ook mee kunnen nemen. Is een hele grote groep mensen. Uit een systeem van een zorgverzekeraar. Onderzocht. Wat is er in je jeugd gebeurd? En hoe zit je in je huidige volwassen leven in je vel? Hmm. De resultaten daarvan zijn ongelooflijk. Ja, tuurlijk. Want gebleken is, echt letterlijk, dat mensen die in hun jeugd misbruik hebben meegemaakt, grote trauma's, armoede, een ouder die in de gevangenis terecht is gekomen, echtscheiding, noem maar op. Dat als je dat hebt meegemaakt in je jeugd, dat... Hoe meer je van dat soort dingen hebt meegemaakt... hoe groter de kans wordt dat je later... oftewel stress burn-out krijgt... Ja. Maar ook ziektes als leveraandoeningen, kanker... Ja. En ook depressie. Dat is gewoon één op één vastgesteld. En in mijn opinie denk ik dat mensen die ziek zijn... er heel veel aan kunnen hebben om heel veel van dat soort... oude shit, rommel op te lossen uit hun leven. En dat je daarmee je lichaam optimaliseert. En dus ik heb ook wel mensen in de praktijk gehad met bepaalde ziektes die dan ook in het ziekenhuis lopen. Ja. Maar die zeggen, maar Yvonne, dit erbij. Ja, dat, ik wil ook heel dat lijkt graag me een mooie aan die dingen combinatie werken. Inderdaad, ja. Ja. Ja, ik heb hier nog staan, maar dat is wat we met problemen doen... en waardoor dit soort dingen kunnen ontstaan. Ontkennen, vermijden, onderdrukken en koesteren. Dat is wat we over het algemeen met problemen doen. Ja. Of met negativiteit. Ja. Ja, ja precies. En dat is eigenlijk best wel belangrijk. Vraag ik ook wel eens vaak aan mensen. Wat doe je eigenlijk met je probleem?
wat doe je daar nou mee? Ja, zo, wat doe ik ermee? Ja, ben je het aan het analyseren? Ben je het aan het wegstoppen, aan het vermijden, aan het bagatelliseren? Dus als je zicht krijgt op wat je met je probleem doet, en dat is heel aan het begin, wat jij ook zei, weet je wel, van ja, dan keek ik er een beetje aan voorbij, dacht ik van, nou ja, dan maar niet. Nee. Maar dat is eigenlijk al een eerste stapje om naar dat probleem toe te bewegen. Ja. Maar bijvoorbeeld, de eenzaamheid zoals ik die, zoals we die even kort behandeld hebben, ja. Het is niet zo gek dat ik die vermijd, toch? Nee. Ik zeg niet dat ik hem onderdruk. Ik zeg ook niet dat ik hem ontken. Ik koester hem ook zeker niet. Maar ja. Als ik je nu vraag, hè, want we gaan hem even afsluiten. Ja. Want je begint er nu weer over. Dus ik weet dat hij aanstaat of dat hij aanwezig is. Mm-hmm. Maar wel op een best ontspannendere manier, hoor. Maar ja, hij is er nog. Ja. Oké. Okay. Kun je aan een doos denken? Een doos? Ja, een doos. Ja. Oké, okay, hoe ziet jouw doos eruit? Ik heb een hele basic kartonnen... Gewoon zo'n basic kartonnen doos. Oké. Ja. Doe je ogen maar even dicht. Ja. En stel je die doos voor. Mm-hmm. Maak hem maar open. Ja. En kun je nu dat gevoel van eenzaamheid in die doos stoppen? Mm. Stel je maar voor dat je het even uit je lichaam... en je stopt het... Alles wat eenzaamheid is, stop je even in die doos. Ja. Nou, het is grappig dat je het zegt, want ik voel toch een soort van weerstand om het uit mijn lichaam te halen en in die doos te stoppen. Terwijl ik dat niet echt begrijp, want ik denk, nou, ik hoef het echt niet. Oké. Okay. Maar goed. Je wil het liever bij je houden? Nee, dat wil ik helemaal niet. Maar nee. Oké. Okay. Nou, het is jouw doos, hè? Nee, daarom. En die blijft ook van jou. Ja, die kan je altijd weer openmaken. Heel lekker, oké. Ja, dus top. Ik ga niks met die doos doen. Nee, oké. Okay. Ja? Dus heb je het erin gedaan? Ja. Oké, nou dan mag je de doos dicht maken. Mag je daar even in die doos, mag je dat gevoel van die eenzaamheid gewoon even in die doos parkeren. Mm-hmm. En dan kan je die doos even dicht tapen of zoiets doen. Ja. En dan mag je zelf bedenken waar je die doos wil bewaren. Ja. Heb je een mooi plekje? Absoluut. Waar die even veilig is? Ja. Oké, heel goed. Hoe is dat? Ja. Nou ja. Damn. Hmm. Ik moet toch toegeven dat ik echt wel, waar we het eerder over hadden, dat het echt wel een onderdeel van me is. Want ik ben geneigd om dat ik had gewoon in een soort laadje gedaan deze doos. Dat ik denk, ho, alsof het echt toch meer bij me hoort dan ik zou willen. Mm-hmm. Dat is vooral heel erg wat ik voel. Ik voel, ik voel me een beetje ongemakkelijk dat het er even niet meer is. Wil je hem terug hebben? Nou, nee, natuurlijk niet. Ja, maar mag. Ook weer wel. Ja, ja, dat mag. Ja, maar ik heb er wat zullen we nou krijgen? Nou, kijk, deze oefening doe ik vaak met mensen als ik een sessie heb gedaan. Ja. En er is nog een rest van wat er is. Dan sluit ik het af in die doos. Omdat je dan het gevoel hebt van, nou, dan mag ik het gewoon even bewaren. Precies. Is het niet meer open. Het is niet meer open. Nee, okay. Maar misschien werkt voor jou beter dat laadje. Ja. Want je zei net van, ik heb laadjes. Ja. Dus je kan het ook gewoon lekker in dat laadje doen. In dat laadje. En dat laadje dicht doen. Ja, maar is dat niet vermijden? Onderdrukken, ontkennen? Nee, ontkennen is het zeker niet. Nou, je weet dat het er is in dat laadje. Ja. Nee, en precies. We hebben het even aangeraakt. Ja. Maar het is zeker nog niet klaar. Nee. Ze kan ook niet in een paar minuten. Nee. Dus dan kan je het gewoon lekker weer even in dat laadje bewaren. Zodat je er nu even geen aandacht aan hoeft te besteden. Is niks mis mee. Nee. Lekker. Nou, goed dan. Ja, ik laat hem in het laadje. Ja. Ik heb één vraag nog niet gesteld, wat nu een vrij random vraag voelt. Maar ik stel hem aan al mijn gasten, dus ook zeker aan jou. Heb je een ochtendroutine? Ja. Hey. Dit komt gelijk een soort twinkeling, alsof het echt een... Oké. Ik zou je zeggen, sinds de corona heb ik een ochtendroutine. Oké, dus gaat er een wekker? Er gaat een wekker om 7:30. Bam, ja. En dan sta ik op en dan ga ik naar beneden. Dan rol ik mijn yogamatje uit. En zoals sommige mensen weten van mij, ik ben danseres geweest. Dus ik ben heel erg wel fysiek. Ja. En dan doe ik yoga with Adrian. Oh ja, nou, ik ken van YouTube-kanaal. Ja, ik vind haar geweldig. Ja, ik vind haar ook heel goed. Vaak doe ik het ook gewoon zelf, want ik ken die oefeningen allemaal. Toch, hè? Maar ik vind dat gezellig om dat met Adrian te doen. Hè? Ja, ben je niet alleen. Nee. En daarna
nou ja, als ik dat gedaan heb, dan ja, ga ik gewoon douchen. En dan koud douchen? Nee, dus. Ik ben heel erg van warm douchen. Ja, nee, ja, ook goed. Ik stel gewoon vragen. Ik heb geen oordeel. Nee, dat... Nee. Ja, ik heb het wel eens gedaan, hoor, een periode. Ja. Maar ik ben echt een mietje. Ik wil gewoon lekker warm. Prima, ja. Lekker warm, ontspannen, warm. Nou ja, en ik doe meestal een heel licht ontbijt. En dan ga ik richting praktijk. Ja. En heb jij... Is EFT voor jezelf nog een soort dagelijks dingetje? Ja. Maar gewoon ergens random even tikken. Ja. Of misschien, kijk, ik kan me voorstellen dat in jouw geval bij wijze van spreken één tikkie genoeg is. Of, mag, of is ja, het altijd ja, ja, wel de ja. hele handeling? Nou, het is eigenlijk heel grappig ook. Want eergisteren, toen... Ik heb echt een beetje drukke tijd op dit moment. En toen had ik ook een drukke dag en heel veel verschillende dingen gedaan. En ik zat op de fiets. Ik moest ergens naartoe en ik dacht, oh, ik ben eigenlijk veel te moe. Oh, ik ben zo moe. Ja. En toen dacht ik, hey, wacht even, laten we gewoon even gaan kloppen. Dus op de fiets, één hand aan het stuur en de ander even zo kloppen, kloppen, kloppen. En ik dacht, nou, voor hip zeg, dat werkt echt, die EFT. Okay. Dus ik had echt even 5 minuten zo op de fiets geklopt. En dan voel ik, oh, wacht even, die moeheid die gaat nu uit mijn lichaam. Ja. En dan word ik een soort van helder. En ik, oh, heel wat lekker. Want je kent dat wel aan het eind van de dag, dat je echt helemaal denkt van, nou... Ja. Ik was echt dat ik dacht, nou, als ik nu ergens ga liggen, dan kan ik gelijk in slaap vallen. Ja. Maar na 5 minuten dacht ik, nou, ik ben eigenlijk wel kip lekker. Leuk. Ja. En meditatie dingen? Of, Ja hoor, ik doe de yoga of meditatie. En af en toe pak je dus de bliss meditatie? Af en toe doe ik de bliss meditatie. Die ga ik zeker doen. Ja. Ja. De boeken die besproken zijn, die vind je op koekeroe.nl/Yvonne. En natuurlijk ook in de beschrijving. Ja, hoe kijk je aan tegen de dood? Nou, sinds de dood van mijn zus ben ik daar natuurlijk wel anders tegenaan gaan kijken. Namelijk? Nou, toen ik hoorde dat zij overleden was, was mijn eerste ingeving, ik wil leven. Dat was het eerste. Power, juist. Ja. Ja, heel goed. Dus dat heeft me uit een dilemma gehaald onmiddellijk. Ja. Dus ik weet ook dat ik... Mijn moeder is heel erg van de euthanasie. Dat is heel grappig. Als in, daar, dat wil ze ooit, heeft ja, ze gezegd. Ja, als ik ziek word of ik word krakkemikkig, nee hoor, dan wil ik niet verder, dan wil ik euthanasie. En dan moeten we altijd zeggen, nou mam, als je een been breekt, dan kan je geen euthanasie krijgen. Wow. Maar ik ben zelf, denk ik, de laatste tijd, want ik ben vorig jaar 60 geworden, denk ik van, nou, ik wil eigenlijk niet zo graag dood. Eigenlijk helemaal niet. En misschien toch wel voor dat moment een beetje huiverig. Oké, eerlijk. Maar ik weet dat voor mij is het hierna niet voorbij. Dus ik weet dat ik gewoon naar een andere dimensie ga, in een andere vorm, en dat het allemaal wel goed zal komen. Maar ja, ik hang wel aan het leven. Ik vind het geweldig hier. Oh, dat is allemaal mee te maken, Jos. Ja. Fantastisch. En die dimensie, ja, ik vind het al mooi dat je dat zegt. We weten het allemaal niet, maar zo zie je het wel. De energie die opgaat in het totaal, of juist wel in een ander... Nou, ik denk wel dat ik een vorm van bewustzijn blijf. Ja. En ja, daar heb ik ook wel dingen mee ervaren. Met verbinding, met... Nou, maar goed, dat hebben veel mensen natuurlijk wel. Dus dat bewustzijn, dat blijft wel. Ja. En, maar hoe dat zal zijn, ja, dat weet ik ook niet. En hoe wil je dat de mensen Yvonne Toussaint herinneren? Nou, ik hoop eigenlijk, en dan wil ik helemaal niet, het gaat niet op mijn ego, maar ik hoop wel dat mensen zullen weten van, oh, Yvonne Toussaint, ja, dat is EFT. En EFT is heel belangrijk. Ja, precies. Nou, ik denk dat je dan nu al met een gerust hart de planeet kan verlaten. Ik hoop het niet, voor de duidelijkheid. Maar dat is wat je al bewerkstelligd hebt. Ik bedoel, nou, dankjewel. Dan ben je niet met de 80ste druk bezig van dit boek. En ben je hier niet op Healthy Vest om daar opnieuw weer mensen mee te inspireren. En ja, super dank. Ik hoop eigenlijk, zeg ik geheel privé, om nog eens een keer een sessie te doen over iets wat we aangestipt en getikt hebben. Ja, je bent altijd welkom. Maar dat, onwijs bedankt voor je tijd. En ja, machtig mooi. Heel graag gedaan. Ja.
Dankjewel. Jij bedankt voor het luisteren en het kijken. Ik ben heel benieuwd ook weer naar de reacties op dit. Misschien heeft het iets losgemaakt in je. Laat het vooral onder in de reacties. Als je YouTube kijkt, kan je ook abonneren. Je kan een recensie schrijven op iTunes, Spotify, weet ik veel wat. Je kan me gewoon een mailtje sturen. Giel@koekeroep.nl. Dit was EFT-special, zou je kunnen zeggen. Ik ben blij dat het een keer helemaal goed besproken is. Vanaf Healthy Fest dus. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Hoi.